Wat vraagt een patiënt? Dat is heel divers. Het kan zijn, mag mijn familie langer blijven? Ik wil eigenlijk liever 's avonds warm eten. Of kan ik 's avonds om 9 uur nog iets lekkers krijgen? En ja, of daarmee valt ook wel te regelen. Dan wordt er een tosti gemaakt of een, kleine dingen geregeld. Hoe belangrijk is lieve zorg voor jou? Voor mij is dat het eerste wat in me opkomt. Als een patiënt tegen mij zegt, ja sorry dat ik zo lastig ben, dan zeg ik van nee, u kunt niet lastig zijn. U vraagt er niet om hier te zijn. We hebben geen lastige patiënten. U bent ziek en u hebt op dit moment dat je ondersteuning nodig. En dat vind ik nog altijd uitgangspunt. Dat moet het ook zijn. Dat vraagt niemand om hier in de bed neergelegd te worden. Hoe kan het liever, denk je? Door uit te gaan van de patiënt. Wat zou... Ik zeg, ja, mijn insteek is altijd van, wat zou ik willen als ik hier in dit bed lag? En zo probeer ik een patiënt te benaderen. En dan vraag ik hem ook, wat vindt u het prettig? Vindt u het prettig om nu te douchen? Of wilt u liever 's avonds douchen? Maar ik douche altijd 's avonds. Waarom zou die patiënt per se in de ochtend moeten? Probeer juist die dingen af te stemmen, weet je, op de persoonlijke wens van iemand. En als die man het heel fijn vindt als zijn vrouw komt helpen met douchen, geen probleem, laat dat gewoon gebeuren. En iedereen hebben we gevraagd van, wat kunnen we nou? Wat kunnen we bieden aan die patiënt? En uiteindelijk is daar een heel mooi zorgpad uitgerold, waarin de patiënt dus maar één keer hoeft te komen in het ziekenhuis voor al zijn onderzoeken, al zijn afspraken. Minpunt is dan wel dat zo'n dag ontzettend gevuld is, maar het zou jouw moeder maar zijn waar je mee moet komen en dan 6 keer moet drukken om een ziekenhuis of 1 hele dag uit kunt trekken. En waar zowel jouw moeder weet of en jijzelf wat er ook werkelijk gaat gebeuren. Ben je trots? Ja, daar ben ik heel trots op, ja. Dat vind ik heel leuk, ja. En ik zie dan wel eens advertenties op tv, zo van, God, ik moet dan van ziekte, zorgverzekeringen. En dan denk ik, bij ons is dat al. En ja, zo voelt dat. Op deze afdeling werk ik nu 10 jaar. En waarom bij het Elisabeth? Het is mijn ziekenhuis. Ik van het moment af dat ik hier ben begonnen met de opleiding en al die afdelingen heb gezien, maar ook de mentaliteit. Ik denk, ja, ik kan het niet zo goed een naam geven, maar het gevoel is goed. Ik voel me hier thuis. En dat is denk ik wel het belangrijkste.